We hebben kwartiermakers aangesteld. Die moesten natuurlijk gaan reizen naar de verschillende eilanden om het plan invulling te geven. En dan bedoel ik het plan om uiteindelijk een nationaal slavernijmuseum te maken. En dit keer ging ik meereizen omdat er plannen ligt. Omdat de samenwerking met OCW zijn vastgelegd in een convenant. En wij ook weer terug willen geven aan degene die eerder hun verhalen hebben gedeeld met ons. En ook ideeën hebben geopperd wat er uiteindelijk in zijn museum komt. En wilde ik ook vanuit als stadsbestuur, vanuit het college, ook laten zien mijn betrokkenheid als stad. Maar ook om te kijken om te laten zien hoe we verder kunnen gaan samenwerken. En wat heeft u gegeven aan Curaçao qua informatie? Ik denk dat het belangrijk is wat wij geven, is dat we met een plan zijn gekomen. Dat de belofte die we gedaan hebben, dat als we ophalen het ook weer teruggeven. Dat is denk ik wat we hebben gedaan. Vervolgens hebben we ook wat dagen met verschillende organisaties hebben we opgetrokken. Hebben we geleerd en geluisterd. En wij hebben ook in ieder geval aangegeven, mocht er nou expertise zijn of mocht er manieren zijn waarin wij iets kunnen doen, dat we onze deuren daarvoor openen. Maar dat betekent ook dat we tegen musea zeggen, als jullie nou ideeën hebben voor programmering, van nu tot aan de opening, en dan zijn we bereid om jullie samen te werken. Dat is wat we gebracht hebben. En wat gaat Curaçao inbrengen uiteindelijk in het museum? Waar gaan we Curaçao in herkennen? Of is dat nog te vroeg nu? Nou, dit gebeurt nu al. Van Mongi Maduro, de bibliotheek, daar hangt nu al een expositie die bij ons heeft gestaan. En ik denk dat andersom, dus Curaçao is al een, zeg maar, daar is het nu al gaande. Ik bedoel, daar zijn nu al exposities. Dus wat mij betreft komen al die verhalen ook weer terug in andersom, want ik denk dat hier reacties op gaan komen, deze tentoonstelling en degene die nog gaan komen. En alles wat daar weer uit gaat komen, ik kan me voorstellen dat bezoekers komen en zeggen, ja, maar wij willen misschien meer dit verhaal horen. En dat neem je dan weer mee, want dan kun je vervolgens kijken van, hey, hoe vertellen we dat verhaal vanuit het Curaçaose perspectief? Dat weet ik niet. Door gewoon te beginnen, samen te werken, te zeggen, we zijn hier, kunnen heel veel mooie dingen naar boven komen en dan kan dat weer terugkomen. In het museum. John Leerdam die zei, we gaan een ander verhaal vertellen. Nou, volgens mij is het nooit een ander verhaal. Volgens mij moet je het complete verhaal vertellen. Ik ben het eens, ik zou ook zeggen ander, maar ik denk het complete verhaal gaat over dat je eigenlijk maar altijd maar één deel hebt verteld. En dat je nu alles vertelt. En ja, we weten dat wat we verteld hebben ooit over slavernij komt uit witte bronnen. Dat bedoel ik met maar een deel. Maar lukt het u ook om nu de andere kant mee te nemen? Ja, ik noem nooit de ander. Ik zeg het geheel. Volgens mij hebben we dat te lang laten liggen. Maar dit is een moment om met elkaar compleet te gaan worden. En daarmee eindelijk richting heling te gaan. Eindelijk richting verzoening te gaan.